Kijk, op deze manier hangt mijn cambium 7 over een tak. Nou, als je aan het klimmen bent, gaat deze steeds heen en weer. We hebben hier geen schade aan het cambium. En als je hem eruit haalt, doe je deze er dus vanaf. Van onderaan de boom, dit is natuurlijk heel lang. Kijk, dit haal je er doorheen. Dus je ze door de carabine. Hij kan hier niet doorheen. En dan trek je alles zo naar beneden. Hey beste mensen van de show, heel hartelijk welkom bij alweer een nieuwe video van boompjekappen.nl. Vooral uw takkenwerk. We staan bij deze esdoorn en dit is een, ja, nou dat is er nog niet, maar dit kan wel een mega spannend klusje worden. We staan hier bij deze esdoorn, niet super groot, maar hij moet gesnoeid worden. En we hebben hier de elektriciteitsdraden, die lopen hier nog buiten de grond, hè, in het buitengebied. En deze esdoorn, ja, ik denk dat 99% van jullie zou zeggen, dit gaat een dit gaat een probleem worden voor de toekomst, want hij gaat, ja, in die elektriciteitsdraden groeien. En hoe ga je dat dan, hoe ga je dat onderhouden? Dat is een terugkerend probleem. Dat heb ik met de klant besproken. De klant zei, ik wil hem echt heel graag behouden. Deze esdoorn. Ik zeg maar, zou je niet veel beter, want er komen ieder jaar wel 100 zaailingen vanaf. Zou je niet beter zo'n paar zaailingen kunnen pakken en op een andere plek poten in je tuin, waar je er minder last van hebt? Of waar de boom in ieder geval, kijk, als je hier, dat hoor ik mensen wel zeggen, die zeggen, ja, bomen moeten blijven. Nee, ja, tuurlijk moeten bomen blijven, maar we moeten leren als mensen, hoveniers, ik spreek jullie ook even aan, plant bomen op plekken waar ze groot kunnen groeien. Een boom als deze is waarschijnlijk hier aankomen waaien. Is hier gaan groeien. Mensen zijn ervan gaan houden. En nu vormt hij een probleem. Omdat natuurlijk deze boom hier nooit eigenlijk overlevingskans heeft. Ja, want ook als we nu gaan snoeien, wat natuurlijk niet goed is voor de boom. Dat betekent nog steeds niet dat, dat dit een goede plek is voor die boom. Of dat hij hier nu wel heel lang kan blijven staan. Dus dat soort dingen bespreek ik natuurlijk met de klant. Ik zeg ook tegen de klant, ja, ik woon hier niet. Dus ja, en het is ook niet mijn geld. Dus ja, wat u wilt, dat zullen wij doen. Dus de opdracht luidt als volgt. We gaan de boom rondom innemen. En misschien zie je het wel een klein beetje op de video. Eens even kijken. Kijk, dit is de top. En die groeit een beetje naar rechts. Dat willen we natuurlijk niet, want daar hebben we die draden juist. Dus we gaan denk ik hier gewoon toppen. Hier, of nou, top, gewoon de top eruit halen. En de tak aan deze kant gaan we een beetje weghalen. En we gaan... Hier aan de onderkant zit een wat grotere tak. Dat is deze tak. Even kijken of dat ook een... Ja, dat zien jullie heel goed. Deze tak. En die groeit eigenlijk direct. En die hebben ze al een keertje ingenomen. Die groeit direct daaronder. Dus die gaan we helemaal verwijderen. Dus nogmaals, opdracht zo volgt. Rondom innemen van de boom. We zien dat hij ook wel een beetje breed begint te worden. Ja, aan deze kant. Dus je moet even de top er een beetje uit. Zo een beetje deze lijn aanhouden. Zoiets. En de andere kant dan ook. En dan die onderste tak hier. Die naar die... stroomdraden groeit, die zie je niet. Dat is op de voorgrond deze tak, maar de achter, die gaan we dan ook weghalen. En de takken gaan we natuurlijk versnipperen. Maar, nu zeg ik natuurlijk altijd, onze compacte versnipper is natuurlijk super, maar niet op dit soort toplocaties als je vooraan staat. Want, dan kun je natuurlijk beter met een grote versnipper aankomen. Kun je alle takken bam 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 in één keer erin douwen. Maar de klant wil de snippers houden in zijn achtertuin. Dus wat wij vandaag gaan doen is de takken naar de achtertuin slepen. Naftalier is erbij om dat te doen. Nu zou je kunnen zeggen, je zou ook hier kunnen versnipperen in een container. En dan naar achteren lopen, dat kan ook. Maar dan sta je hier waarschijnlijk ja, of half op de weg. Wat je natuurlijk eigenlijk niet wilt. In verband met verkeer en zo. Of je staat hier in het grind. Dat is ook niet wat je wilt, omdat je dan een troep krijgt. Nou, en het is niet zo'n grote klus, dus vandaar dat we het even zo aanpakken. Dus we gaan nu even deze boom snoeien. Jullie gaan meekijken. En dan... gaan we daarna even kijken hoe we gaan versnipperen, maar dat is voor een volgende video. Zal ik de ladder gelijk weghalen, ja? Ladder weghalen. Ladder weg.
weg daar. Ik had met de klant afgesproken bij deze tak te beginnen, op deze plek. En ik ben nu vanaf bovenaan beginnen met snoeien. Hield ik ze iets te lang, zag ik. Vandaar dat ik de lijn heb aangepast. Deze kant is nu ongeveer klaar. Nu klim ik weer omhoog en dan gaan we aan die kant verder. Kan wel zo. Wat we hier bij die elektriciteitsdraden zitten. Dit is trouwens echt. Ja, ik weet niet of dat kun je op de camera misschien niet zien, maar ja, bij het uitzagen van de top komen we nog dichterbij. Maar ik zit nu echt op een meter. En als er iets is op deze wereld waar ik geen verstand van heb, is elektriciteit. Het enige wat ik weet. Is dat als ik nu niet oplet, komt er dichtbij, het raakt het aan of wat dan ook, dan wordt deze klus
heel spannend ineens. En ja, dat is niet het idee. Kijk, we komen hier bij die takken. Bijvoorbeeld deze tak groeit echt. Ja, die zit. Ja, dit is gewoon een kale koperdraad, mensen. Nu smelt ik wel koper. Dus als ik wat nodig heb, moet ik blijven hier wezen. Maar hier loopt natuurlijk gewoon stroom doorheen. En je ziet ook wel eens van die filmpjes. Dat is zo'n tak. Die valt hier dan op bijvoorbeeld. En dan krijg je zo'n boog. Zo'n spanningsboog. Weet ik veel hoe dat heet. Dat was ik nu niet van plan. Dus niet aanraken die bende. Het werk is natuurlijk van zichzelf al spannend zat. Zo. Zo. Ik kan het vrij bewegen. Nu gaan we die uitloper daar, die grote uitloper, verwijderen. Ja? Dat gaan we niet doen.
Ik was van plan om deze waar ik nu op sta helemaal te verwijderen. Maar dat is ook een tak waar ik van de grond af bij kan. Ik ga straks even kijken hoe het eruit ziet. Voordat ik beslis om hem echt helemaal weg te halen. Ik ga nu naar boven naar de top. En dan zal je ook zien hoe dicht ik in de buurt kom van die elektriciteitsdraden. Waar ik dus geen verstand van heb. Misschien jullie wel hoor. Misschien zeggen, joh, dat is helemaal niet gevaarlijk. Daar kan nu niks mee gebeuren. Of zo, als je het aanraakt. Ik heb geen flauw idee, jongens. Ik heb er geen verstand van. En ja, daarom neem ik maar het zeker voor het onzekere en blijf ik daar lekker weg. Kijk eens, die strijder. Meneer Kok is dat. Meneer Kok had het op zijn racefietsje. Zo, eens even kijken of we hier op kunnen staan. Ja. Kijk, zo dichtbij zitten we, jongens. Je ziet hier die, ja, die onderste, die is helemaal geoxideerd, dus die is groen. Nou ja, misschien hebben jullie er wel verstand van. Maar ja, het zou je gebeuren, hè, dat je hier aan het werk bent en je draait je om, of met de zaag zo met het ijzerblad, zo patsen en zo. Nou, moet ik me even niet aan denken. Sommige van jullie zullen afvragen, wat ben jij nou aan het doen, Gart Bouwman? Zit je nou in het voorjaar? Het is nu eind april. Zit je nou in het voorjaar een S door te snoeien? Moet je kijken, hè? Ik kom gewoon op 5 of 10 centimeter van de lijn af. We gaan deze maar even hier inzagen, denk ik zo. En dan totdat hij klemt. Duw hem zo die andere kant op. Kijk. Hup. Zo. Maar het is eind april, dus dat betekent dat we echt in het voorjaar zitten. Zo. Nou, is het spannende werk gedaan. Ja, en nu zijn er natuurlijk mensen die zeggen, ja, dat kan natuurlijk niet. Snoei een ABC-boom. Acer, betula, carpens. Esdoorn, berk, haagbeuk. Moet je niet doen, want die gaan bloeden. En je ziet wel dat hij wat nat wordt hier en daar. Ja, dat is natuurlijk een beetje discussie. Snoeien van bomen is sowieso, ongeacht welke periode je dat doet, niet goed voor de boom. Nu zijn natuurlijk wel bomen die ook grove snoei goed verdragen. Kijk even wat hier staat van die wilgen, helemaal. Mensen vinden het altijd prachtig, maar eigenlijk, ja, je plant een boom, je zaagt hem 2 meter hoogte af. Dat is niet goed voor de boom. Gaat inrotten, dus alle knotwilgen in Nederland, durf ik met, nou, toch wel aardige zekerheid te zeggen, alle knotwilgen in Nederland zijn rot. In meerdere of mindere mate. En ja, dat maakt dus niet uit wanneer je hem snoeit of hoe je hem snoeit. Zeker met de grove methodes waarom wij dat doen, hè, klotten. Ja, dat is ongekend hoe slecht dat is voor een boom. En dat zie je ook, hè, die knotten inwateren. We hebben net toevallig nog, hebben nog geen filmpje van gemaakt, maar een knotwilg weggehaald. Nou, dat was één en al rot. Tot aan de grond was het helemaal hol en gapend gat. Dus het snoeien van een boom, ook in de juiste periode, is nooit goed voor de boom. Sommige bomen is niet per se slecht. Plataan of zo, die kan er wel goed tegen. Groeit wel mooi terug, maakt een mooie dichte knot. Maar ja, of je dit nu, deze boom snoeit in het voorjaar of het najaar. Voorjaar zal misschien, nou, dan gaat hij dus bloeden. Maar ja, hebben we dat als gemeenschap van de boomverzorgers hoeven niet eens afgesproken? Dat niet mag of zo?
Ik bedoel, als ik me snij, dan bloed ik ook. Dat is niet per se slecht. Ik bedoel, het is niet goed, maar het is, ja. Bloed zorgt ook weer voor dat alle bende eruit uit de wond geduwd wordt. Dus misschien is dat bij bomen ook wel zo. Als je zich gaat dichtgroeien, zeg maar. Als je ze gaat afsluiten, de wond gaat afsluiten, dat woord zocht ik. Dat is natuurlijk niet nu, dat is nu al gebeurd, dus dat is nu gaande. He, dus als je dat sap eruit perst, houdt hij de bende van buiten bacteriën zo tegen. Dus misschien zou je dan zelfs kunnen zeggen dat het juist nu een goede periode is om te snoeien. Ja, wie zal het zeggen, jongens? Wie zal het zeggen? Maar goed, feit blijft in ieder geval dat we hier in het voorjaar een ABC-boom aan het snoeien zijn. En ik hoor natuurlijk graag van jou wat jij hiervan, hoe jij erover denkt. Ondertussen gaan we weer verder, hè. De top is eruit gezaagd. Dus deze klus is bijna klaar. Ik zit nu al een tijd te tobben. Ik moet even dit kontje eraf zagen. Een beetje zo schuin, weet je wel, zo. Dat water, dit is dood trouwens. Dus dat een beetje eruit kan lopen. En dit is een mooi takkie. En hoop dat hier weer een beetje meer deze kant op gaat groeien. Niet richting de elektriciteitspaal. Zo. Nou, klus zit erop. De klant is niet thuis. Ik heb wel even overlegd vanmorgen van wat is het idee. Dus dat dit is gebeurd nu is wel dat de klant niet thuis komt. Wat is hier gebeurd? Ik ga nu naar beneden gaan even kijken vanaf de onderkant hoe die er nu uitziet. Zo, we staan hier op de grond inmiddels. Nogmaals, het is geen hele grote boom. Je ziet, ik denk dat er nu nog een meter of vijf staat. Hi. Hi. Ja jongens, soms denk ik wel eens. Dit kan ik best wel goed. Vormsnoei. Kijk even goed. Ja, dit is echt gewoon top. Mooie vorm erin. Topje. En ik ben ook blij met die onderste tak. Je hebt hier dat bosje. Dat maakt toch een beetje die vorm af. En aan de linkerkant heb je hier dan deze takken bijvoorbeeld. Dat zit aan die tak vast. Weet je, dus ik denk toch goed dat we dat onderste stukje van die tak, door dat te laten zitten, maak je daar ook die lijn af. Zo, en hier samen met het bosje. Ik denk dat dat wel heel, heel mooi is. Even een les voor iedereen. Voordat je met hier wat snoeien. Nou, met kappen trouwens ook. Maar kappen sta je natuurlijk altijd op de grond als je klaar bent. Als je gaat snoeien en je denkt dat je klaar bent, voordat je de boom uitkomt en alles gaat opruimen, eerst even contact hebben met de klant. Nou, dat is nu even niet mogelijk voor mij, omdat die er niet is. Maar ik weet 100% zeker, nou niet nooit 100%, maar toch wel 99,9% zeker, dat hij hier heel tevreden mee is. Maar laat altijd even de klimlijn in de boom zitten. Dus hangt voor mij nu ook nog in. Nou, stel je voor, je komt beneden en de klant zegt toch van, je hebt bijvoorbeeld overleg gehad van, joh, dat doe je natuurlijk al in de boom als de klant er is. Is dat in orde zo? Eerder kom je er niet uit, kom je eruit. Dan ga je zelf ook nog even checken. De klant kan soms wel het idee van, oh, dit is best zo. Maar soms zie ik nog wel stakjes dat ik denk van, nou weet je, die moeten eigenlijk ook even weg. Dan kun je er nu altijd nog even met de touw makkelijk snel inklimmen. Maar met dit resultaat hoeft dat in ieder geval niet. We lopen even rond. Echt, laat ik zo zeggen, ik ben er in ieder geval heel tevreden mee. Maar goed, dit was in ieder geval het snoeien van deze boom. Ik laat straks even. Oh, dikke kraan. Ik laat straks even zien met welke spullen we deze klus natuurlijk hebben aangepakt. Gelukkig is dit toch geen mega spannende klus geworden daarboven. Met gekke stroom stoten en dat soort dingen. Ik heb wel wat takjes aan die kant laten zitten. Ik heb ook aangegeven aan de klant
Dus wat er nu gaat gebeuren, de boom gaat hierop reageren, gaat weer tak en blad aanmaken en zo. Zal omhoog gaan groeien. Moeten we weer terugkomen? Hij zegt dat is geen probleem. Whatever it takes, wat er maar nodig is, dat is prima. Maar ik wil deze boom behouden, dus daar. Dan laat ik nog even de spullen zien waar ik deze klus mee heb gedaan. Dat is allereerst een klimlijn met de zigzag. En natuurlijk de verstelbare cambiumzever. Zodat de lijn boven niet steeds over die tak loopt. Maar de tak loopt door een poelie, of de lijn loopt door een poelie. En de cambiumzever zit gewoon vast om het tak. Dus krijg je geen schade aan het cambium. Dus bij snoeien wel belangrijk. We hebben natuurlijk de 201 motorzaag gebruikt. Was dat per se nodig vandaag? Ik weet het niet. Maar op zich. Kijk, ik heb bijvoorbeeld hier een stukje tak nog. Dus van de top. Als je dit met de hand 20 keer door moet zagen van al die takken, word je wel moe van. We hebben de klimgordel met de handzaag. Fliplijn. Met stalen kernen. Daarin een stuk of 6 of 7. Hoef je helemaal nooit meer bang te zijn dat je daar doorheen zaagt. Ik heb wel eens van die zaagtest gezien. Gaan ze hier expres doorheen zagen. Uiteindelijk lukt het wel. Maar je moet wel een verschrikkelijke plaat voor je kop hebben als jij in de boom aan het zagen bent. En je moet het, ik heb dat namelijk één keer meegemaakt, een keer, jaren terug. Even een klein, ras, een klein boompje afbreken. En toen heb ik in de eerste streng gezaagd. En die was geen eens door, maar dat had ik gewoon ingezaagd. En toen dat gebeurd was, als dat gebeurt, je gaat met een bepaalde snelheid door een stam heen. Dat was toen een centimeter of 20, 25. Ik was halverwege en ik ging met mijn zaagblad aan de achterkant er doorheen. En toen raakte ik dus de fliplijn. Ja, en dan ga je zeg maar je moet het zo zien van in een auto ga je 100 km per uur en je gaat ineens nog maar 10. Nou, als je dat niet merkt, dan heb je echt, ja, dan kun je gewoon beter op de grond blijven staan en die kettingzaag verkopen. Want dan weet je echt niet wat je aan het doen bent. Ja, dus en dat was nog maar de eerste streng en hier zit er een stuk of 6 of 7 in. Ik ga even de, en natuurlijk de helm, hè. Dat vergeet jullie ook wel, zo een beetje tegenlicht. De helm. Ik heb de helm nu in mijn hand. Handschoentjes. Dat zijn natuurlijk de spulletjes die we gebruiken voor een klusje als deze. En een laddertje om even makkelijk erin te komen. Vind ik ook altijd wel prettig. Hoi! Hey. We gaan nu even de klimlijn uit de boom halen. Zo. Ziet eruit. Dat is mooi. Dit balletje zit aan het uiteinde van mijn klimlijn. En die kan wel door deze karabiner. Maar die kan niet door de poelie. Een stukje wel, maar de bal. Nee, de lijn wel, maar de bal niet. Dus op die manier kun je alles er mooi uithalen. Ik zal dat een keertje. Weet je wat? Ik laat het nu wel even zien. Dat is wel leuk. Hoi. Kijk, op deze manier hangt mijn cambium zever over een tak. Nou, als je aan het klimmen bent, gaat deze heen en weer. We hebben hier geen schade aan het cambium. En als je hem eruit haalt, doe je deze er dus vanaf. Van onderaan de boom, dit is natuurlijk heel lang. Kijk, dit haal je er doorheen. Dus je zit door de carabine. Hij kan hier niet doorheen. En dan trek je alles zo naar beneden. Het enige wat er nog kan gebeuren is dan dat hij bijvoorbeeld, ja, bij van die hele kleine takjes. Dan bovenin vaak is dat in zo'n takoksel komt te hangen. En dat hij dan, ja, dan krijg je hem wel eens nog niet uit. Maar dat, ja, gebeurt mij heel weinig. Na je klimklus is het heel verleidelijk om alles zo in de zak te gooien. Maar je moet altijd denken, bij de volgende klus wil ik weer snel in de gang. Dus ik maak hem altijd weer helemaal in orde. Zo is hij goed. Nu gaan we de klimlijn in de zak doen. Zodat ik, als ik bij de volgende klus aankom, deze direct aan mijn gordel kan hangen en dan kan ik gaan klimmen.
Ja, we staan nog heel even bij het eindresultaat. Mooi formaat boompje geworden. Ik wil nog wel één ding bekennen. We gaan straks versnipperen achter in de tuin. En omdat het nu met z'n tweeën zwaar ligt, die hele bult daar. We kunnen direct alles versnipperen. Maar achteraf gezien, ik heb hier net nog even aangeblazen, was hier best nog een bende van afgevallen blad en zo. En ik denk zelf dat er, nou misschien één container aan stippers af had gekomen. Dus, en als we dat hier een beetje in het gras hadden gedaan, bijvoorbeeld hier aan de zijkant, dan hadden we nu al klaar geweest. Dus dat reken ik mezelf een beetje aan. Maar goed, klein klusje op het eigen dorp. Prachtige groene hart hier zo. Nog één keer jongens, deze boom. Ik wil natuurlijk net zoals altijd hartelijk bedanken voor het kijken. Laat hieronder ook even weten wat je van deze klus vond en van deze video. En dan hoop ik jullie een volgende keer weer te zien. En dan gaan we die takkenbult versnipperen. Tot ziens!